Een rover die eerder op de dag op een politieagent geschoten zou hebben, is in de kraag gevat. De politieman die op Martin Luther Kingweg op de motorfiets het verkeer regelde, kreeg van een alerte burger de informatie dat een manspersoon die over dezelfde weg liep, vermoedelijk deel uitmaakte van een groep van tenminste 4 criminelen die eerder in de ochtend een beroving hadden gepleegd bij een woning aan de Vredenburgweg. Bij de beroving was een jachtgeweer buitgemaakt. De wetsdienaar besloot de man in kwestie staande te houden. Bij die gelegenheid trok de man een vuistvuurwapen tevoorschijn en schoot op de politieman die aan zijn onderbenen is geraakt. Na deze daad vluchtte de schutter. De gewonde politieman is per ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar. Het gebied is door verschillende politieeenheden uitgekampt en na ongeveer 2 uren kon de schutter aangehouden worden. Hij heeft daarbij schotverwondingen opgelopen aan zijn onderbenen. De vermoedelijke schutter is ene Franklin H., een oud bekende van de politie. Het vuistvuurwapen is ook gevonden en wel op de berm langs de MLK-weg.